Suriname zal niet geblacklist worden door de Caribbean Financial Action Task Force in verband met money laundering. Dit vertelde Roy Bainaj Pandey, vertegenwoordiger van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AMLPIU, in een gesprek met de nieuwsdienst. Hij zei dat dit komt doordat Suriname is gaan werken aan verbetering van de financiële dienstensector en het integriteitssysteem. Ik ben heel erg blij om vandaag bij u aan te kondigen dat wij als land onze eerste follow-up report hebben aangeboden aan de CFATF die deze week in conclave is in Aruba. De CFATF plenaire vergadering waarop Surinames rapport wordt besproken en ik moet zeggen is besproken en de findings uit dat rapport gisteren en vandaag aan de orde komen en de forecast op de findings zoals het besproken zal worden brengt ons land niet in de gevarenzone. Integendeel krijgen we een hele goede re-rating perspectief waarbij 5 re-ratings aanvragen van Suriname, 4 daarvan zijn gehonoreerd. 1 heeft nog wat kritische kanttekeningen die we gaan meenemen in de tweede cyclus van reporting. Volgens Bainaj Pandey heeft Suriname een heel goede beurt gemaakt en complimenten gekregen voor de acties die zij heeft uitgezet om het integriteitssysteem van de financiële dienstensector te verbeteren. Internationaal support is nodig. We krijgen vaak genoeg reviews van IMF. De IDB kijkt ook over de schouders van wat zich afspeelt. De United Nations, de Wereldbank, zijn allemaal de internationale organisaties die ook Suriname in de reviewscope heeft. En samen met internationale partijen willen we stappen maken. We weten allemaal dat oil en gas komt. Maar we moeten ons nu al erop voorbereiden om de meest noodzakelijke en kritische loopholes weg te nemen om sound business te organiseren. En we weten allemaal, de bankaire sector is niet alleen in Suriname, maar internationaal een hele belangrijke schakel voor het organiseren van het financieel transactieverkeer. Bainaj Pandey stelt dat de bankenconferentie van vorige week daarom bedoeld was om na te gaan hoe de sector zich op eigen houtje kon versterken voor een betere performance van de financiële sector.